Goedendag, kijk naar het Weersjournaal van Weerplaatsen.nl. Iedereen heeft ongetwijfeld al gehoord dat het morgen ons onstuimig weer gaat worden. Maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dat kunnen we op deze weerkaart goed zien. Want op de oceaan ligt een lage drukgebiedje. En dat zijn de restanten van tropische orkaan Gonzalo. Gonzalo heeft al een aardige koers afgelegd. Is eigenlijk in de buurt van Sint Maarten ontstaan. Dan hebben we het alweer over anderhalve week geleden. Trokken afgelopen weekend over Bermuda. Ligt de... Vanochtend dus ver op de oceaan. En komt snel onze kant op. Gaat ongeveer deze koers volgen. En zorgt ervoor dat het bij ons morgen dus onstuimig weer gaat worden. Zien we ook als ik de boel in beweging zet. De storing komt langzaam dichterbij. In de nacht van maandag op dinsdag trekt het over de Britse eilanden. En dan dinsdag overdag ja, vloeit hij eigenlijk samen met een ander lage drukgebied in de buurt van Noorwegen. En dan krijgen we te maken met de meeste wind uit het noordwesten. In de loop van woensdag komt er een zwakke rug van hoge druk die zorgt ervoor dat het allemaal weer wat rustiger wordt. Maar echt veel beter weer gaat het niet worden. Hoewel zo slecht als morgen, dat wordt het later in de week ook niet meer. Blijf wel wisselvallig. Vanavond nog een enkel buitje. De meeste plaatsen hebben een droog en temperatuur rond 13 graden. De wind komt nog uit het zuidwesten, die is 3 tot 5 per voor. In de loop van de nacht neemt de zuidwestenwind aan zee toe naar windkracht 6 en aan het einde van de nacht kan die al windkracht 7 zijn. In het binnenland is het droog, koelt het af naar 11 graden en aan zee gaat er af en toe wat regen vallen, vooral aan het einde van de nacht. Morgenochtend zien we het regengebied zich dan langzaam over Nederland uitbreiden. Het is in eerste instantie nog uh, rustige regen, zullen we maar even zeggen. Daarbij neemt de wind aan zee toe naar de windkracht 7 tot 8, nog steeds uit het zuidwesten. Rond het middaguur komt er dan een koufront aan. Dan gaat het veel harder regenen. Hozen op sommige plaatsen. En dat gebied trekt van west naar oost en gaat samen met een forse windstoten. Aan zee 90 tot 100 km per uur. In het binnenland zo'n 75 à 80 km per uur. Slecht weer dus. Duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Dan is dat koufront gepasseerd. Krijgen we vanuit het westen opklaringen en draait de wind naar het noordwesten. En die noordwestenwind neemt dan morgen later op de dag in kracht toe, naar windkracht 8. Af en toe windkracht 9 en dat is een noordwestenstorm. En vanaf de Noordzee komen er stevige buien aan met hagel en onweer en met forse windstoten. En die kunnen vooral de kustprovincies opnieuw rond de 100 km per uur uitkomen. In het binnenland valt het met de windstoten morgen later op de dag wel mee. Daar is de wind eigenlijk alleen tijdens de passage van het koufront heel sterk. En dat is dus in de loop van de middag. Daardoor ook mogelijk een hele drukke avondspits. De ochtendspits zal waarschijnlijk nog wel meevallen, of het moet een beetje tegenzitten met hier en daar een ongeluk. Morgen zeer onstuimig weer. Ook in de nacht naar woensdag waait het nog flink, maar woensdag overdag komt die rug van hoge druk eraan, dan neemt de buigheid af, breekt wat vaker de zon door en ook de wind wordt in de loop van de dag beter. Dus woensdagochtend nog wisselvallig, woensdagmiddag wat beter weer en frisjes 10 tot 12 graden. Donderdag 11 tot 13 graden, vrijdag 13 tot 15 graden. Het kwik gaat voorzichtig weer omhoog, maar het blijft de rest van de week dus wisselvallig weer. De wind houdt zich in het algemeen wel vrij rustig. Kijken we naar de wat langere termijn, dan zien we dat na de dip van deze de temperatuur inderdaad heel iets oploopt. Het is niet spectaculair, maar we komen in het weekend weer rond de 15 graden uit. Na het weekend gaat het kwik weer heel langzaam naar beneden. En als ik de minimumtemperatuur erbij zou zetten, dan zou je ook zien dat de kans op nachtvorst aan begin van november heel iets groter begint te worden. We gaan dus duidelijk naar de herfst en vooral morgen gaan we dat echt merken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl